Hey YouTube, welkom bij een nieuwe review. Welkom bij de eerste review van Oersoep. 2020 is eigenlijk een beetje het jaar van Oersoep. Voorgaande jaren heb ik dat gedaan met vorig jaar met Dutch Bargain. En het jaar daarvoor met de Bird Collab Tour. En van Dutch Bargain komt er nog één review online. Die had eigenlijk al heel lang geleden gereviewd moeten worden, maar dat is me nog niet gelukt. De vorige twee jaar heb ik eigenlijk elke maand dat geprobeerd te doen. Het is inmiddels maart en ik heb nog helemaal geen bier van Oersoep gereviewd. Maakt niet uit, er komen dit jaar gewoon 12 bieren langs van Oersoep. Oersoep komt uit Nijmegen. Wat misschien leuk is als je een tour zou willen zien van de brouwerij, moet je even naar de Facebookpagina gaan. BeerGeeks TV Live is daar een aflevering. We hebben daar een aflevering opgenomen. En daar is een rondleiding geweest met een proeverij. En dan kan je een beetje zien hoe het er aan de binnenkant uitziet bij hun. Ik ga vandaag beginnen met de Madame Funky uit 2016. Dit is een White Peaches Wild Ale. Dit zijn flesjes van 37,5 centiliter. Er zit 7% alcohol in. Hij is dus gebrouwen in 2016. Ik zal even lezen wat er op het flesje staat. Not all barrels are created equal. Monsieur and Madame Funky are two of our favorite barrels in the cellar. They consistently and predictably produce fantastic beers that we proudly release in limited quantities. This iteration of Madame Funky is a full round bursting with aroma of ripe stone fruit thanks to the 2 months of aging in white peaches. Nou, er is dus er zijn dus twee vaten die ze geregeld gebruiken en maken daar bieren op die gereleased worden. En ze hebben het hier dus ook over de Monsieur en de Madame Funky. Dit is dus de Madame of de Madame Funky, of hoe je het ook wil noemen. Ik heb het even opgezocht. De Monsieur Funky die is dus gerijpt op witte wijnvaten 14 maanden lang. Dus dat is heel lang. En deze is dus op persiken gerijpt voor 1,5 maand. Althans, dat stond op untapped 1,5 maand en hier staat 2 maanden op. Dus ja, wat het dan ook is. Laten we gewoon 2 maanden zeggen. De ingrediënten zijn water, gerstemout, haver, hop en gist, passievrucht en persik. Houdbaar tot, dat was een beetje wat ik me afvroeg. Het is heel klein, maar misschien, ik weet niet of je het kan lezen. Maar er staat 2027 en er staat er een batchnummer en er staat er achter 2022. Dus wat nou de houdbaarheidsdatum is, ik denk 2022. Gezien het feit dat hij uit 2016 is, lijkt me niet dat dit bier 11 jaar houdbaar is. Het is nog geen 2022, dus dat komt er mooi uit. We gaan hem gewoon even openmaken, want ik ben alweer 4 minuten bezig. Hele kleine sis. Oersoep krijgt op Untappd een 3,8. Totaal geen schuimkraag zoals je ziet. En die is ook al gelijk helemaal weg. Een donker oranje kleur. Een licht hazy. En de schuimkraag is helemaal weg zoals je ziet. Maar dat had ik ook niet verwacht van een sour wild ale.
je ruikt echt die perzik, het steenvruchten. Heel funky, een beetje grassig. En iets wat je associeert met droog. Ik ruik geen droog, want dat kan je niet ruiken uiteraard, maar iets wat ik ermee associeer. Dit bier krijgt op een tap een 3,4. Niet super hoog, maar ook niet. Het zijn allemaal gelimiteerde bieren, dus vrij weinig check-ins daarvan. We gaan nog even proeven, ik ben echt heel erg benieuwd. Proost. Wat ik zei over het droge, dat proef je echt in dit bier. Hij is niet kurkdroog, maar hij is zeker wel goed droog. Heel fruitig. Heel veel persik inderdaad. Ook een beetje passievrucht. Mooi koolzuurtje. En sowieso een heel mooi klein zuurtje erin. Een beetje wrangig ook. Wat neigt een beetje naar komt denk ik door de perzik. Heeft een beetje aparte smaak aan in de na als je hem doorgedronken hebt. Als je hem doorgeslikt hebt, dat bedoel ik, te moeilijk hè, praten. Als je hem doorgeslikt hebt, krijg je een beetje een wrangig iets. Niet wrangig als in wijnwrangig, maar heel lichtjes. Wat denk ik door de persik komt. Maar echt lekker. Het is vandaag echt een bloedje mooi weer. Het is deze week de eerste week dat alle scholen dicht zijn. Laten we hopen tegen de tijd dat deze video online is, dat de scholen weer begonnen zijn. Of al heel lang aan de gang zijn. Gezien het coronavirus. Kids thuis, lekker weer. Dus die zijn lekker buiten aan het spelen. En ik ga dit zometeen lekker in de tuin in het zonnetje lekker opdrinken. Dit is echt een heel mooi bier. En ik ga dit gewoon een 4 geven. Op Untappd. En ik zal onderaan de video even een linkje plaatsen naar de website van Oersoep. Kun je even kijken wat ze zo al voor mooie dingen allemaal doen. Er komen dus nog veel meer bieren aan. Nog 11 te gaan dit jaar. En blijf kijken als je al de bieren dus wilt zien. Onderaan de video vind je ook een linkje naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar de Dutch Beer Collective waar deze video op komt te staan. Samen met reviews van Thomas Open en Beer King Holland met een kleine agenda. Met festivaletjes waar we eventueel te zien zijn dit jaar. Dit was hem weer voor deze review. En ik zou zeggen proost en tot de volgende keer. Cheers!